Sinds de hele COVID-19 situatie is begonnen en de partiële lockdown van start is gegaan, hebben we een heleboel mensen gezien die met innovatieve ideeën zijn gekomen. Ook vanwege de sluiting van de schooldeuren. Je moet de kinderen bezighouden. Maar een ander zorgpunt was natuurlijk ook hoe de kinderen eigenlijk op de hoogte te blijven houden van hun leerstof. Er zijn daar verschillende discussies over geweest. Het is wel mooi als je ziet dat mensen heel interessante initiatieven nemen, waarbij ze anderen ook kunnen bijstaan. Een van die mensen is juffrouw Lorien Juriant. Want zij is vanaf 20 april gestart met lessen geven voor het vijfde leerjaar via Facebook. We hebben gesprek met haar. Ik zat met mijn broer en mijn moeder en we spraken over het een en het ander. En ik zei ze dat ik het mis om les te geven. En dat ik het erg vind dat mijn leerlingen in het bijzonder thuis moeten zitten. Dus kwamen we gezamenlijk op het idee om online lessen te geven. En je bent toen begonnen via Facebook. Het is niet alleen bestemd dus voor jouw klas of jouw school? Nee. Voor alle leerlingen van leerjaar 5. Hebt u gewoon opgepakt daar waar het was blijven steken? Ik ben nu bezig met herhaling, want je moet altijd eerst herhalen en dan kan je dan doorgaan. Ja. Wanneer vinden de lessen precies plaats? Elke middag om 5 uur ben ik dan hier bezig om de lessen te geven. En hoe lang duren de lessen om en bij? Om en bij 2 uurtjes. Ik doe 3 vakken gewoonlijk en af en toe 2 vakken. En hoe is de participatie tot nu toe? De ouders zijn bezig met de leerlingen. De leerlingen werken. Ik krijg foto's van werkjes van de leerlingen. En dat stel ik zeer op prijs en ik vind het geweldig. Hebt u gemerkt dat ook andere kinderen, behalve uw klas, uw school, nu deelnemen eraan? Jawel, heel wat kinderen doen mee. Ja. En wat vinden ze ervan? Wat is de feedback die u tot nu toe kreeg? Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reacties gehad. Ouders die heel blij zijn. Op mijn tijdlijn heel wat dingen van me posten. Onder mijn status. Dat is geweldig. Heeft u misschien ook berichten gehad van andere leerkrachten die dit zouden kunnen overnemen natuurlijk? Want zo heb je een beter bereik. Want u bent met het 5e leerjaar bezig, maar we weten dat de lagere school 6 leerjaren heeft. Ja, tot nu toe, ik krijg wel reacties van leerkrachten, maar niet dat ze echt, weet je, dit zouden willen doen. Ik weet niet, maar het kan. Ja. Dat ze mijn voorbeeld zullen overnemen. Misschien kunt u ze triggeren, hè? Oké, leerkrachten, om het kind te helpen, kunnen jullie dit ook doen. Zodat we het kind altijd kunnen bijhouden bij de lessen. Het kind kunnen helpen, want die kinderen zitten thuis en zijn op YouTube. En kijken naar heel wat dingetjes. Maar de school is heel belangrijk. Niet alleen voor nu, maar voor later in hun toekomst. Ja. Zou je ons misschien een demonstratie kunnen geven hoe u het doet? Jawel. Ik gebruik mijn telefoon. Ik heb wifi thuis, maar is niet altijd even sterk, af en toe zwak, waardoor je bepaalde dingen wazig ziet. We breken indirect draperen. Kan je van de telesuur, weet je, een van die internetproviders, kan je de mij lukken dat de man kan zetten, Sani. Ja? En ik zet hem dan tegen me, ja, tegen mijn krijtdoos. En dan ga ik kijken als mijn beeld goed is, dat alles in beeld komt. En ben ik dan hier bezig. Is niet geweldig groot. Maar ik kan toch wel wat schrijven. Oké. Dus hoe via je telefoon? Jawel. Maar hoe lees je feedback van die mensen? Want soms hebben ze vragen, toch? Je kijkt wel steeds op je telefoon. Ja, dus wanneer ik heb uitgelegd, daar mogen de leerlingen dan over schrijven. En dan ga ik dan kijken naar feedback. Zou het niet handiger zijn als je laptop hebt? Ja, maar mijn laptop in voorkamer en dan komt er dan weer spiegeling. Dan zie je alles. Okay. Ja, ik heb wel een laptop. Oké. Maar u heeft er plezier in? Jawel. Ja? Het vult een beetje die dagen nu? Ja, want ik baal. Maar daarnaast helpt u ook het kind natuurlijk en daar gaat het om. Jawel, het kind staat centraal. De straat.